kwestie alles wat instelling is. Wij is toch eigenaardig, want aan de andere kant wil men voortdurend alle soorten instituties van sociale zekerheid, van ziekteverzekering, alles wat institutioneel is, is belangrijk als ik er iets van krijg. Maar van zodra het is om ook aan mee te werken, is het veel meer moeilijker. Er is een soort anti, dat gaat vooral in de kerk, tegenover de kerk. Ik denk dat we stilaan die periode achter de rug zullen hebben. Hoor. Als men van iemand genoeg kwaad gezegd heeft, schiet er geen kwaad meer over om te zeggen nog. En dan zal men bijna een beetje goed zijn. Zo. Als je lange tijd op de kop van iemand klopt, voortdurend, dan op het einde wordt dat een martelaar. En een martelaar heeft succes. Dus dat komt door. Ik heb niet veel zorgen over. We zijn in zo'n... Natuurlijk, de media doet daar ook nog een... Het kan een schandaal en er zijn ook dingen soms die niet goed zijn. Maar er is een ander institutioneel effect, zolang het niet is om van te krijgen. Moeten we weten niet. Ja. Een derde zaak is dat de jonge mensen die interpreteren de verhouding God en mij in het enkelvoud. Jij en ik. Met andere woorden, het wij-gevoel. Is weg. God is God, hij en ik persoonlijk. Een directe telefoonlijn naar God, die ik alleen kan bedienen en tot wie hij aan mij alleen dingen moet zeggen. Eigenlijk zijn we zeer individualistisch over de hele lijn. Nu is een godsdienst onmogelijk wanneer hij individualistisch is. Ook de piëteit, zo de godsvrucht en van jonge mensen is zeer individueel. Wij hebben voortdurend een mond vol van wij en meervoud, zo. Maar in feite denken wij het enkel wat. Ik. Moeten we weten dat die godsverhouding, en natuurlijk daar komt dan geen kerk meer tussen of geen gemeenschap meer tussen. Die wordt dan volledig geëlimineerd, want ik heb een rechtstreeks een verbinding met God. En dat is over de hele lijn zo. He. Dat is ook onder mensen is het individueel geworden. He. Ik en jij, of ik en mijn vriendenkring. Er is geen dorpsgevoel bijna meer. Er is wel nu opnieuw een beetje een buurtgevoel. Dat men weer opkrikt, terecht denk ik zo, omdat men voelt dat het toch maar geen alleen is, ik en jij. Maar groter dan dat. Er is natuurlijk ook altijd iets, zo, nog iets anders bij jonge mensen, dat is dat geheel. Dat je weinig waarde echt aan traditie. Aan wat er al lang gedaan geweest is, en al zo overgeleefd, niet alleen in godsdienst, maar in alles. En geen gevoel of bijna niet meer voor traditie. En we vergeten dat we van de traditie leven in alles wat we doen, in alles wat we zijn. Om te beginnen al nooit onze taal. Wij vinden onze taal niet uit, onze taal wordt ons aangereikt door de traditie. En we stappen erin binnen en we aanvaarden die, zonder te weinig te weten. Maar nu, eigenlijk is godsdienst ook een stuk traditie. En dat is belangrijk, denk ik. Iets anders nog is dat die jonge mensen bijvoorbeeld, ja, veel meer belang hechten aan wat je doet, wat ze doen, de handeling, dan wat ze zeggen. Wanneer zijt je iemand als je veel gedaan hebt? Of veel doet? Wanneer is iemand dat ze sterft geëerd als wij zijn codico, als men zijn codico vitae kan voorbereid. Maar nu het christendom zal dat niet zeggen, want er zijn miljoenen mensen die hun leven niet speciaal zouden kunnen doen. En zijn die dan niet de moeite waard? Zo het doen primeert op het zijn en eigenlijk zou ik zeggen, het is omgekeerd. Het zijn. We zijn meer dan wat we kunnen doen. En onze waarde wordt bepaald door wat we zijn en niet alleen door wat we allemaal kunnen verrichten en realiseren. We zitten in zo'n Amerikaanse cultuur van, hij heeft een heel concern opgericht. Kort, het is heel goed, he. Maar het zou kunnen zijn dat hij eigenlijk geen waardevolle persoon is. He. Dat is typisch christelijk zo, he.
bijvoorbeeld mensen die hele leven ziek zijn en daarin heldhaftig bijna en rustig en die heel veel invloed hebben op hun omgeving, ook al kunnen ze uit hun bed niet uit, is typisch christelijk. In vele andere culturen zou men zeggen dat is ja, verwaarloosbare materie, kan niet veel mee doen. Een groot probleem ook voor jonge mensen, dat is kunnen kiezen. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. Ik denk alleen al maar aan de studierichtingen, bijvoorbeeld aan de universiteit. Als ik nu kijk naar het programmaboek van de universiteit, dan zeg ik, moest ik nu 18 jaar zijn, ik weet werkelijk niet wat ik zou kiezen. Terwijl toen, als ik begon, kon ik theologie doen. Ik kon advocaat worden, dus rechten, ik kon die klassieke filologie of iets in die naar doen, geschiedenis, mathematiek en een ingenieur. Maar nu ja, studeert je een ingenieur? Nee, bio-ingenieur. Ja. Wat is dat dan eigenlijk? En daar is dan zo'n waaier van mogelijkheid voor jonge mensen om te kiezen, en dat gaat niet helemaal studierichting, dat gaat over de hele lijn. Dat je veel meer jaren tijd eigenlijk nodig hebt om te komen tot een vaste, stabiele keuze. Ik heb dat niet gemaakt. En dat geldt ook voor de levensovertuiging. De markt voor het ogenblik is goed bevoorraad van levensbeschouwing. Als ik een jaar of 15, 16 was, was er op de markt niks dan katholicisme. En dus al die zaken zijn veranderd. Iets waar ik altijd heel veel aan aandacht doe, dat is als men over God spreekt en over godsdienstige dingen en over onze religie, dat men zo gemakkelijk vergeet een weg naar God te bewandelen die nogthans een royale weg is. En dat is die van de schoonheid. God is de supreme waarheid. Maar als je dat zegt aan mensen zo, God is de supreme waarheid, ja, dan zijn de mensen allemaal die kleine Pilatusjes zo, bah, wat is waarheid? He? Iedereen heeft zijn waarheid. En je zit vast. Ik zeg niet dat dit nu eigenlijk, ja, dat het overal zo is, maar het zit er vaak diep in. De weg naar de waarheid, die een echte weg naar God is. De filosofen in de oudheid, zo, die vonden dat de toegangsweg was. Dat wat boven de mens is, namelijk de weg van de waarheid. Ofwel de weg van de goedheid en de perfectie, zo. God is de supreme volmaaktheid. Ja, zeggen ze, maar ik niet. Jawel, maar ik. Maar je hebt ook de weg van de schoonheid, waarin wij sterk geprivilegeerd zijn als christenen. Met enorm veel schoonheid. Ik heb ooit een keer de proef gedaan, zo, met studenten, een jaar, een stuk of vijf, zo. Van met hem naar de Matthäuspassie te gaan in het Paleis voor School en Kunst, een maand op maart. En meegenomen stuk of vier. En wat zei de Matthäuspassie? Matthäuspassie is de tekst van het evangelie in een oude Duitse vertaling. En woont zo. Wie zegt dat nu nog? En als we daar buiten kwamen zo, dan zeggen ze niet zo. En ik zeg, ja, maar wat zegt u dat over God en over de Christus en over? Zijn dat is de weg. De schoonheid is een royale weg. Als je de weg van de waarheid bewandelt met jonge mensen, dan maak je ze sceptisch. Wat is waarheid? Als je de weg van de volmaaktheid en de supreme volmaaktheid zo bewandelt, dan zijn ze, wordt ze ontmoedigd. Ik ben daar niet.